gebeurtenissen in Parijs en Brussel, nou, die zijn zo bijzonder dat het nodig is om ook mensen die uit de eerste hand dingen hebben meegemaakt, om die hier naartoe te halen om van hun ervaringen te leren. Wat betekent dat voor ons en wat gaan wij doen als er zoiets gebeurt in Nederland? En daarom is het goed dat we ook in onze, we hebben met drie regio's, Goor, Zuid-Holland, Zuid-Zeeland en Rotterdam-Rijnmond. Wij zijn samen actief in het regionaal overleg acute zorg in deze regio. Om te zeggen van wij pakken dat samen op, samen met de Witte Kolom. En dan gaan wij kijken wat betekent dat voor ons allen, voor de ziekenhuizen, voor de artsen, voor de ambulances, voor de politie, voor ons als Goor. Wat moeten wij hier anders doen? Wat moeten wij gezamenlijk in de regio anders doen? En ook, wat moet er in het land gebeuren? In Malwe, ja, op 20 maart, mijn taak was van mijn ziekenhuis naar Maalbeek te gaan. Dus ik was de eerste dokter ter plaats. En wat trof je aan? Veel slachtoffers die echt ernstig gewonden waren. En ik moest alles organiseren. Dus ik moest een medische voorpost vinden, slachtoffers organiseren en niet genezen, maar gewoon naar de ziekenhuis sturen. Ja, ik denk dat het heel goed is dat we met elkaar eens kijken wat er in andere steden gebeurd is. Dit is vrij recent gebeurd, iedereen nog vers in het geheugen. En gelukkig is het in Nederland nog nooit gebeurd. En we kunnen enorm veel van elkaar leren. Proberen voorbereid te zijn, al denk ik dat dat een utopie is. We kunnen ons zoveel mogelijk voorbereiden. Maar ja, helemaal voorbereiden, dat zal zeker met dit soort aanslagen enorm lastig blijven. Maar dat we in gesprek zijn, dat is prima. En leren van de ervaringen van anderen. Het is echt belangrijk om plannen te hebben, theorie te kennen, die theorie te kennen. Maar het is, op het terrein is het echt iets anders. En wij moeten het weten. En het is echt belangrijk om toch voorbereid te zijn. Wat net zoals verteld werd, van dat ze in Brussel besloten hadden, wij gaan patiënten meteen vervoeren naar Antwerpen. Wij moeten dan ook rekening houden dat ze niet allemaal hier in Rotterdam kunnen verblijven. En hebben wij dan afspraken gemaakt dat we ze naar Utrecht of Amsterdam of ergens anders. Dus dat soort afspraken zijn we ook aan het maken met zes regio's hier in de Randstad. Omdat wij denken dat daar het dreigingsgevaar het grootste is. En wij betrekken dan ook de academische ziekenhuizen en de landelijke koepel van ambulancezorg.